Wat mooi dat we alweer met zoveel mensen zijn in deze ochtendsessie op een woensdagochtend. Om het over oudere vrijwilligers behouden voor vrijwillige inzet. Mijn naam is Willem-Jan de Gast. Ik ben verbonden aan het programma Samen Ouder Worden, waar ook Yvonne veel voor doet. En vanuit dat programma zijn we op allerlei mogelijke manieren aan het kijken hoe we vrijwilligerswerk door en voor ouderen kunnen stimuleren. Ik ben gespotlight. Dat is een heel nieuw woord voor mij. Leuk zeg. Dus we doen daar van alles aan binnen het programma op 38 locaties in Nederland, waaronder op een aantal plekken waarvan ik mensen zie die ik wel herken. Zijn we daarmee bezig om via 11 landelijke vrijwilligersorganisaties om daar lokaal te kijken wat er nodig is om allereerst de stem van ouderen meer hoorbaar te maken en vervolgens met ouderen in gesprek te gaan over wat voor hen belangrijk en interessant is om vrijwillig actief te kunnen blijven of te worden. Als onderdeel daarvan doen we ook regelmatig onderzoek en we hebben in de coronaperiode, omdat er natuurlijk zoveel gebeurde, daar hoeven we het niet lang over te hebben, dat heeft iedereen meegemaakt. En we zitten er zeker sinds gisteren toch nog weer helemaal in. Dus er is ook als het gaat over hoe hebben mensen vrijwilligerswerk kunnen doen, is daar heel veel in niet doorgegaan of anders gegaan of tijdelijk stilgelegd. En dat heeft heel veel impact gehad, zeker ook op oudere vrijwilligers. Vandaar dat we vanuit het programma via de 11 landelijke organisaties die daarbij betrokken zijn, ook zijn gaan onderzoeken van wat is er dan gebeurd met die oudere vrijwilliger. Nou, daar is de rapportage daarvan is vorige week beschikbaar gekomen. En vandaag neem ik jullie graag mee in wat mij betreft de belangrijkste uitkomsten daarvan. En dat wil ik niet alleen doen door jullie daarover te vertellen, maar juist ook de mogelijkheid bieden om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Want het feit dat jullie hier vanochtend zijn, betekent vast dat je er zelf ook ervaring mee hebt en zelf ook mee worstelt. Of juist hele goede voorbeelden hebt. Dat je product is om ouderen weer te trekken en met elkaar daar mooie dingen mee te gaan doen. Dus dat betekent ook, Yvonne zei het net al, als je dingen in de chat wilt vragen of zeggen, doe dat alsjeblieft. Als je je handje wilt opsteken omdat je een vraag hier live hebt, dan kan dat in deze setting ook. En we zijn niet met een extreem groot aantal mensen. Dus dat maakt het alleen maar fijn om met elkaar daarover in gesprek te kunnen. We hebben maar een uurtje. Dus dan zit er wel een limiet aan het aantal inputs en vragen wat we in een uurtje kunnen behandelen. Dus misschien dat er nog een aantal dingen ook blijven liggen waar we dan later nog wel eens een keer op terug kunnen komen. Dus dat is wat mij betreft de manier waarop we aan de slag gaan. En eigenlijk heb ik meteen ook een vraag aan jullie. Daar mag je in de chat wat over zeggen of door een handje op te steken. Wie van jullie heeft in zijn werkpraktijk te maken gehad met het feit dat er door de coronacrisis oudere vrijwilligers zijn afgehaakt? Dus dat er mensen ook echt zijn gestopt met het vrijwilligerswerk. Hoe zit dat bij jullie? Bij Nel zie ik dat in ieder geval meteen al gebeuren. Bij Irma ook. Ik heb niet iedereen in beeld, zie ik nu ineens. Daar moet ik nog even wat aan doen. We maken even een grote galerie ervan. Dan zie ik tenminste weer. Ik zie al bij een aardig aantal mensen zie ik handjes naar boven gaan. In ieder geval een stuk of 5. Die zeggen van ja, ik heb echt ervaren dat er door de coronacrisis mensen zijn afgehaakt. Nel, hoe is dat? Hoe zit dat dan bij jou? Is dat heftig geweest of zijn er gewoon een paar mensen gestopt waarvan je dacht, ach nou ja, die gingen waarschijnlijk toch wel afscheid nemen? Hoe is dat gegaan? Eigenlijk beide. Ja? Ik heb mensen die zijn overleden door de corona. Ik ben mensen kwijtgeraakt omdat ze bang zijn van en voor de corona. En ik heb mensen die inderdaad zoiets hadden van, joh, ik ben nou 75 en om nu weer iedere keer wekelijks weer te komen koffie schenken. Dus ja, genoten van de vrije tijd die er onverwachts ineens was. En daar hebben ze ook gebruik van gemaakt. Ja. Met als gevolg dat ik denk dat ik meer als een derde van mijn vrijwilligers kwijt ben. Zo, ja. Wel heftig hè? Ja. Ja. Ja, en heel herkenbaar, vast voor anderen ook, dat er meerdere soorten redenen zijn waarom mensen zijn afgehaakt. Eefje, is dat bij jou ook zo? Want ik zag bij jou ook een handje.
Lukt het om je microfoon aan? Ja, ja, ik moest even kijken waar mijn microfoon zat. Maar bij ons zijn ook mensen afgehaakt. Ook door leeftijd en angst. Hè, omdat je het ook te maken hebt met vrijwilligers die in contact zijn met andere mensen. Hè, met de activiteiten met de ouderen. Maar de ouderen hebben ook weer contact met de familie. Dus ze zijn ook bang voor hun eigen gezondheid. En dat is dan de reden om ook af te haken. Plus dat inderdaad hè, nu ook even de genoten vrijheid. Ze hebben ook weer een andere invulling gegeven aan hun tijd. Hè? En dat merk je ook. Dus dan is in één keer het vrijwilligerswerk is weer op een ander niveau terechtgekomen. Ja. Dus dat is dan even een omslag die we nog weer moeten maken naar hun ook. Hè? Om toch weer duidelijk te maken van, nou ja, maar ja, het is ook wel fijn dat je toch weer terugkomt. Maar dat is dan even hoe we daarmee om moeten gaan. Ja. Het is echt een extra inspanning. Hè? Dus dat is mooi. Dus jullie noemen al een heleboel elementen. Het is een van de interessante dingen natuurlijk van het onderzoek dat we gedaan hebben, is dat we een heleboel dingen tegenkomen die we eigenlijk met elkaar allemaal al wel wisten. Iedereen zit er middenin, dus we hebben er allemaal mee te maken. En het voordeel van wat we nu gedaan hebben is dat we, doordat we zo'n 1100 vrijwilligers hebben gereageerd en zo'n 150 coördinatoren, dat we het wel ook wat meer kunnen onderbouwen. He, want wij zitten er middenin, dus wij ervaren heel, heel snel dat allerlei mensen, met name oudere vrijwilligers, op verschillende manieren reageren op die coronacrisis. En dat ze soms vanwege, noem maar even, negatieve redenen afhaken, maar soms ook vanwege positieve redenen. Maar niet iedereen ziet dat op dezelfde manier. Dus als we dingen wat beter kunnen onderbouwen, dan helpt dat soms ook om de vervolgstap te kunnen maken met elkaar. En dus dat vind ik er interessant aan. De andere kant van ditzelfde verhaal is, zijn er ook onder jullie ook mensen die juist instroom van nieuwe vrijwilligers hebben ervaren tijdens de coronacrisis? Hè, of tijdens het afgelopen half jaar. En daarvoor lag natuurlijk heel veel überhaupt stil. Er zijn er mensen die zeggen van, ja hoor, er zijn ook allemaal nieuwe mensen binnengekomen. Steek er even je handje op of volgens mij wordt er in de chat niet zoveel gezegd, of wel? Even checken. Ja, sommige mensen zeggen ja, precies. Ja, dus ik zal even kijken even weer naar de handjes. Of er andere handjes zijn. Ja, maar Tineke is er bijvoorbeeld een handje. Tineke, hoe zit dat bij jullie? Wij hebben wel instroom van nieuwe vrijwilligers gehad, maar dat zijn niet specifiek de oudere vrijwilligers. Ook wel hoor, maar ook jongere vrijwilligers. Eigenlijk was het voor de corona heel lastig om vrijwilligers te krijgen. En tijdens de corona, maar ja, misschien ook door het type vrijwilligerswerk, merkten wij dat toch wel veel meer mensen ook tijd hadden en tijdelijk iets konden doen. Ja. Maar ook daarna toch wel weer meer instroom kwam. En dat is nog steeds zo. Ja, mooi hè. Dus die dubbele beweging, dat is een van de kenmerken in mijn beleving van dit afgelopen anderhalf jaar. Dat er aan de ene kant wel degelijk zelfs stevige uitstroom kan zijn. Want Nel zegt, een derde van mijn vrijwilligers zie ik niet meer terug. Maar dat het tegelijkertijd vanuit een andere hoek, nou op zijn minst tijdelijke nieuwe instroom komt, maar ook van een heel ander soort vrijwilligers. Dus dat maakt het voor jullie als coördinatoren en als er zitten ook mensen van centrales bij, vrijwilligerscentrales, dat maakt dat er een soort dubbele beweging gaande is. En die is natuurlijk bijster interessant om vanuit mijn perspectief als onderzoeker en landelijk trainer daar wat mee te doen. Jeannette, had jij ook een handje opgestoken dat er ook nieuwe instroom is? Ja, inderdaad. We zien ook nieuwe instroom. Ook wat Tineke zegt, ook wel van wat jongeren. Alleen het valt wel op dat zij ook wel weer relatief snel uitstromen. Dus die structurele vrijwilliger die oudere vrijwilliger eigenlijk vertegenwoordigen, die zien we bijna niet. En wat ik wel merk is ook, want ik vraag aan mensen van, goh, wat maakt dan het verschil hè, voor de coronatijd en nu? En dan krijg ik ook wel als reactie, ja, maar nu zijn de vacatures veel concreter. Het is meer heel sterk gericht op maatjes, individuele aandacht, fietsen, nou noem het allemaal maar op. Het is veel concreter blijkbaar gemaakt door de coronatijd. Klopt. Ja, dat is een mooie aanvulling, Jeannette, die je geeft. Hè? Want dat is niet waar het vandaag over gaat, maar het is wel leuk om daar iets over te zeggen. In die dubbele beweging zien we dat de mensen die vooral instromen, dat dus een jongere groepen vrijwilligers zijn. En ik heb ze ergens een keer in een artikel de vloeibare vrijwilliger genoemd. Het zijn mensen die veel meer snel erin en snel eruit gaan. Die even kort iets kunnen en willen doen. Daar hartstikke betrokken bij zijn. Maar die dus ook op zoek zijn naar, ik wil nu
hier direct voor jou iets doen. En als dat niet concreet genoeg is, dan kom ik al niet eens. Wat je benoemt, Jeannette, is ook door bijvoorbeeld NL voor elkaar, heeft ook een mooi onderzoek hiernaar gedaan. Die herkennen datzelfde fenomeen. Er is eigenlijk heel veel beweging, heel veel mensen die ook vrijwilligerswerk willen doen. Maar ik noem het eigenlijk al niet goed. Ze willen geen vrijwilligerswerk doen, ze willen vrijwillig actief zijn. En dat is een groot verschil. He, want die stevige, grote, reguliere manieren om je als vrijwilliger in te zetten, die zijn nog steeds aansprekend voor een deel van de groep, maar toch met name ouderen. Maar je ziet al onder jongere ouderen, dat komt ook uit ons onderzoek, daar zal ik zo nog wat over zeggen, daar zie je al dat er eigenlijk veel meer op zoek gegaan wordt naar toch wat makkelijkere, flexibele, kortere activiteiten. Ja, en die juist in corona hebben we die wel snel moeten ontwikkelen met elkaar om te zorgen dat er nog iets gebeurde voor onze achterban, onze cliënten. En blijkbaar is dat dus aansprekend. Dus daar zit een hele mooie les in, die we ook, hopelijk wordt het volgend jaar echt wel beter met corona, dan ook kunnen gaan toepassen met elkaar. Nou, dat even als een soort van start. En dus blijkbaar heel veel herkenbaarheid bij jullie van, die dubbele beweging die erin zit. Ik ga mijn scherm even met jullie delen, want we hebben natuurlijk dat onderzoek gedaan en ik wil jullie even meenemen in de highlights daarvan. En als je daar vragen over hebt, stel ze vooral, zet ze dan in de chat, want ik kan jullie zo meteen niet meer zien. Dus dan kom ik erop terug. En overal zie ik bij jullie staan veel uitstroom, instroom en die dubbele beweging. Dus het is echt een herkenbaar fenomeen. Dat is mooi om te zien. Ik ga eventjes mijn scherm delen. Dit is waar het over gaat. Dit is de titel van het webinar. Het behouden van oudere vrijwilligers na de coronacrisis. En dat na de coronacrisis is blijkbaar toch een wat optimistische titel aan het blijken. Want we zitten er nog steeds middenin. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat op heel veel plekken het vrijwilligerswerk weer helemaal of voor een belangrijk deel op gang is gekomen. En de verwachting is ook niet dat weer helemaal stil gaat liggen. Dus we kunnen misschien daar toch wel iets over zeggen. Ook van waar je nu al de volgende stappen kunt nemen. Als eerste, daar staat trouwens een heel raar woord. Sorry, ik ga even dit anders maken. Een onvergelijkbare gebeurtenis is het. Want anders dan klopt het niet meer. Daar zijn we weer. Dus het is een onvergelijkbare gebeurtenis. Dus een van de redenen waarom we hiernaar zijn gaan kijken is omdat we weten uit eerder onderzoek dat negatieve levenservaringen en levensgebeurtenissen bij ouderen een belangrijke boost zijn om juist wel of juist niet meer vrijwilligerswerk te doen. Dus bijvoorbeeld de overgang van pensioen naar pensioen, dat is een belangrijke levensgebeurtenis. Die mensen juist kan aanzetten om vrijwilligerswerk te doen. Maar verminderde gezondheid en het verlies van dierbaren zijn juist redenen om te stoppen met vrijwilligerswerk. Dus we hadden het idee van, zou het niet interessant zijn om juist de coronacrisis als een soort uniek voorbeeld daarvan ook op die manier te bekijken. En waar we achter zijn gekomen is, de coronacrisis is vanzelfsprekend voor heel veel mensen een negatieve levensgebeurtenis. Maar hij is zo groot en raakt ook daadwerkelijk echt iedereen in de samenleving, dat hij in die zin bijna onvergelijkbaar is. Dus de conclusies die uit dit onderzoek naar voren komen, kun je niet per se toepassen op andere levensveranderende gebeurtenissen, omdat die vaak veel meer op een persoon of op een groepje personen gericht zijn die dan juist daarmee te maken heeft, terwijl de rest van de organisatie of de vrijwilligers gewoon op de oude voet doorgaat. Terwijl de coronacrisis heeft ons echt allemaal getroffen en iedereen heeft er op een bepaalde manier last van gehad. Dus dat is misschien als eerste als een soort van disclaimer bijna. Vervolgens zien we dat uit het onderzoek, wat dus onder landelijke vrijwilligersorganisaties heeft plaatsgevonden en lokale zorgorganisaties. Het is ook uitgezet via de beroepsvereniging Agora. Daar zie je dat in totaal zo'n 60% van de oudere vrijwilligers tijdelijk of gedurende de hele periode gestopt is met het vrijwilligerswerk. Dat is voor een deel omdat ze dat zelf hebben besloten, eigenlijk wat jullie net ook zeiden, ik durf het niet goed aan om voor mijn eigen gezondheid, maar met name voor de gezondheid van mensen om me heen,
Dus als jij ook mantelzorger bent of je hebt een kwetsbare partner, ja, dan bedenk je je wel twee keer voordat je weer naar je vrijwilligerswerk toe gaat om dat te doen. Dus we zien dat dat bij veel mensen heeft gespeeld. Zeker in zorgorganisaties is er vanuit de organisatie zelf ook vrij snel een stevige stop gezet op het vrijwilligerswerk, vanuit volkomen logische en begrijpelijke redenen vanzelfsprekend. En daar ging het over de bescherming van de cliënten. En dus zorgen dat er geen verkeer meer plaatsvond met heel veel instroom vanuit de buitenwereld. En maar je ziet dus dat bij de meerderheid van de oudere vrijwilligers, dat in ieder geval tijdelijk hun vrijwilligerswerk gestopt heeft. Als je dan vervolgens naar die groep verder kijkt, dan zie je dat 1 op de 3 vrijwilligers van degene die dus gestopt zijn, of in ieder geval een tijdje gestopt zijn, dat die daar negatieve gevolgen van hebben ondervonden. Dat betekent dus overigens dat voor 2 van de 3 dat niet zo is. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dat is op zich positief nieuws. En want veel mensen hebben dus blijkbaar het gebrek aan vrijwilligerswerk kunnen opvangen door op een andere manier invulling en betekenis aan hun leven te geven. Dus dat is op zich fijn. Maar tegelijkertijd is die 1 op de 3 nog best een grote groep. Want dat betekent dat, nou ja, van de tienduizenden oudere vrijwilligers die er zijn in Nederland, dat daar best een grote groep daadwerkelijk heeft ervaren dat het niet kunnen doen van hun vrijwilligerswerk vooral heeft gezorgd voor verlies van contact en verlies van betekenisgeving. En die 2 zijn heel erg belangrijk gebleken. Zelfs zo belangrijk dat ik daar zo nog even op terugkom. En dat betekent dus dat voor die groep het vrijwilligerswerk meer is dan leuk om ook een beetje een bezigheid te hebben en om iets voor andere mensen te doen. Voor die groep geldt dat vrijwilligerswerk ook een manier is om hun eigen leven vorm te geven en dat het onderdeel is van wie ze zijn bijna. En dat herkennen jullie natuurlijk vast allemaal, dat voor veel vrijwilligers geldt dat ik maak altijd een onderscheid tussen je hebt mensen die vrijwilligerswerk doen en mensen die vrijwilliger zijn. En mensen die vrijwilligerswerk doen, die doen gewoon af en toe een leuke klusje en die zitten daar vol in op het moment dat ze bezig zijn, maar als het er niet is, is het ook best. En mensen die vrijwilliger zijn, daar is het bijna onderdeel van hun leven en hun identiteit. En als ze dat moeten missen, heeft dat dus direct gevolgen. De laatste belangrijke uitkomst is dat van de vrijwilligers die we hebben weten te bereiken, en dat zijn dus vrijwilligers die nog door hun organisatie bereikt zijn, dat daarvan zo'n 10% zegt, we keren niet terug of overwegen niet terug te keren. En dat betekent dus dat het totale aantal oudere vrijwilligers wat afhaakt of zal gaan afhaken groter is dan 10%. En want ook uit jullie verhalen komt al naar voren, daar was al een deel van de mensen afgehaakt. Ja, die hebben we in dit onderzoek, wat in de afgelopen zomer heeft plaatsgevonden, die hebben we dus ook gewoon niet meer kunnen bereiken. Want ja, die waren al uit beeld bij hun eigen organisatie. Dus je ziet dat in totaal, sorry, je ziet dat in totaal er best gemiddeld genomen best veel oudere vrijwilligers niet terugkeren. Overigens het grote merendeel dus wel. Zo mag je hem interpreteren. En we hoorden net al bijvoorbeeld uit het voorbeeld van Nel, dat per organisatie ook heel erg kan verschillen. Dus er zijn afdelingen of organisaties waar eigenlijk nauwelijks oudere vrijwilligers zijn afgehaakt, maar er zijn er dus ook waar 20-30% van de oudere vrijwilligers niet terugkeert. Ja, dat zijn stevige aantallen. En dan heb je, dat vul je ook niet op met toevallige instroom of tijdelijke instroom. Want daar gaat echt een gat ontstaan tussen wat er voor de coronacrisis aan vrijwillige energie beschikbaar was en wat er nu, wat er op dit moment is. Dus dat betekent ook keuzes maken in van waar je nu nog wel je aandacht aan besteedt. Dus dat is echt een vrij belangrijke. Wat we ook hebben onderzocht is van, goh, hoe hebben organisaties het nou gedaan? Hebben die eigenlijk wel moeite gedaan om hun vrijwilligers, alle vrijwilligers, maar dus in dit geval met name hun oudere vrijwilligers, om daar contact mee te onderhouden? Daarvoor kunnen we eigenlijk over de hele linie zeggen, jullie hebben het heel erg goed gedaan. En er zijn natuurlijk ook hier individuele verschillen. En er zijn ook afdelingen waarvan de vrijwilligers zeggen, nou, we hebben eigenlijk de hele coronacrisis niks van ze gehoord. Maar over het overgrote merendeel van de organisaties heeft op allerlei manieren contact gehouden
cadeautjes gestuurd, met mensen gebeld, wandelafspraken gemaakt, online teamsbijeenkomsten gedaan voor de oudere vrijwilligers die dat aankonden en wilden. Dus er is echt op heel veel manieren is dat gedaan. Er is ook veel informatie gegeven. Daarvan zie je ook dat de organisaties daar bewust iets aan hebben gedaan en dat vrijwilligers dat ook heel erg waarderen. Dat ze bijvoorbeeld ook regelmatig een nieuwsbrief hebben ontvangen of weer een update mail van hoe staat het er nu voor, hoe gaan we om met de maatregelen, wanneer zien we weer kans om om aan de slag te gaan. In die zin hebben heel veel vrijwilligers zich heel erg onderdeel van de organisatie gevoeld. En tenslotte zie je op heel veel plekken dat organisaties en eigenlijk kwam dat net ook al aan de orde, alternatieve activiteiten hebben ontwikkeld. Oké, we kunnen blijkbaar geen groepsactiviteiten binnen de locatie meer doen. Hoe gaan we dan bijvoorbeeld meer wandelmaatjesachtige dingen doen? Hoe gaan we zorgen dat we in klein verband dingen kunnen doen? Dus je ziet dat er heel veel op heel veel plekken, echt bij de ruim meer dan de helft van de organisaties, dat er alternatieve activiteiten zijn ontwikkeld. Daar is heel veel waardering voor. Ik geloof dat gemiddeld de oudere vrijwilliger zegt, die geeft een 8 aan hoe de organisatie contact heeft onderhouden. Dus het is best een hoog cijfer. En toch speelt tegelijkertijd dat als we aan de oudere vrijwilligers vragen, wat heb je nou gemist door de coronacrisis, dan is het contact. En dat contact zit hem dus niet in het feit dat jullie er geen moeite voor hebben gedaan. Maar het contact zit er maar vooral in dat ze niet met hun groepje, met hun cliënten, met deelnemers, dat ze niet met elkaar eigenlijk de gezelligheid van het vrijwilligerswerk hebben ervaren. Dat is een woord wat veel is teruggekomen, ook in commentaren bij het onderzoek. Je doet vrijwilligerswerk in eerste instantie, zeker voor de huidige oudere generaties, doe je dat om betekenisvol voor een ander te zijn. Maar wat haal je er als vrijwilliger, oudere vrijwilliger zelf uit? Dat is toch vooral contact. En dat is met anderen zijn, het gezellig hebben, leuke dingen doen met elkaar. Het is in die zin een soort daginvulling voor veel mensen. Zeker de oude generaties en mensen boven de 75. Daar zie je dat onderling contact echt wezenlijk is. En dat is niet dat hoeveel moeite de organisaties ook gedaan hebben om daar iets voor in de plaats te zetten. Het daadwerkelijk met elkaar vrijwilligerswerk doen is in die zin onvervangbaar. En dat is natuurlijk een hele interessante les die we natuurlijk eigenlijk al wel wisten, maar die dus heel erg bevestigd wordt door wat we nu onderzocht hebben. Hoe belangrijk het is dat je ervoor zorgt als organisaties dat met name de oudere generaties vrijwilligers ook gewoon de mogelijkheid hebben om contact te hebben. En contact met elkaar, contact met de deelnemers, de cliënten, de achterban, natuurlijk ook contact met de coördinator. En het is niet dat er niet zou moeten zijn, maar daarin investeren blijkt echt heel cruciaal te zijn. Zelfs op die manier dat we ook nu heel veel organisaties van jullie weer begonnen zijn met het maken met Willem, Willem, mag ik even een heel klein vraagje tussendoor? Klopt jouw verhaal nog met de dia's? Want je vertelt zoveel mooie dingen. Oh. Oké, dat was een vraag die je in de chat even gesteld hebt. Dat klopt. Ja, wat ik in de dia's zet zijn de highlights. Het verhaal eromheen vertel ik gewoon. En dat is ook gewoon terug te vinden op www.samenouderworden.nl, waar het hele onderzoek en een paar artikelen erover downloadbaar zijn. Want als ik op de sheets alle cijfers en dingen zet, dan gaan jullie dat alleen maar lezen. We zitten nog op de goede sheet, om het maar zo te zeggen. Helemaal goed. Precies. Nee, en dank voor de inbreuken, Yvonne. Willem-Jan? Ja. Ik zie dia 2 in beeld. Steeds. Oh, dat is waar. Dat de rest wat anders ziet, maar... Als ik dit doe, zie je dan wat anders? Nee, je hebt door die wijziging die je net hebt gemaakt, zijn wij niet... Daar ik de vraag stelde. Ja. Daar zit het probleem. Dan gaan we dat eventjes opnieuw doen. Ik was gewoon lekker aan het doorklikken. Dus ik dacht, en dat kregen wij net niet mee. Nee, precies. Zien jullie nu iets anders dan net? Jazeker. Fijn. Nou, hier was ik. Bij contact als cruciale factor. Super, dank je wel. Dan begrijp ik de opmerking ineens heel erg. Het spijt me. Er is blijkbaar iets in de communicatie tussen mijn systeem en het webinar niet goed gegaan. Dus we zaten op die cruciale factor die contact is.
Dat betekent zelfs dat we zien waar jullie nu weer beginnen met iedereen weer aan het werk krijgen. Zeggen we eigenlijk het belangrijkste is eerst contact, dan contract. Soms hebben we de neiging om te zeggen, nou, we kunnen weer wie wil wat gaan doen, aan de slag maar. Terwijl het er nog meer dan vroeger lijkt wat belangrijk is om eerst gewoon weer even met iedereen contact te maken. Ik hoor ook verhalen dat het op heel veel plekken op een hele mooie manier gebeurt. En dat er gewoon weer groepsessies zijn geweest of uitjes of met elkaar het park in. Om gewoon weer even bij elkaar te zijn en aan iedereen te vragen, hoe is het nou met jou? Blijkt een waanzinnig belangrijke factor te zijn op dit moment. Om mensen ook weer te laten aanhaken. En om te zorgen dat ze ook weer als ouder vrijwillig aan de slag willen. Want dat zei toen net ook al iemand. Bij sommigen zie je een soort van, nou ja, het is al zo'n tijd geleden. En hoe wil ik dan nog? En wil ik dat nog wel op dezelfde manier? En eigenlijk moet je dus weer opnieuw met elkaar dat contact. En daarna dat contract maken. Van hoe wil je vrijwilliger zijn en wat wil je doen? En dat is echt een belangrijke les uit deze tijd. En daar komt nog iets bij. Doet bij mij het ineens allemaal weer niet meer. Zien jullie dit nu ook? Ja, je bent nu naar de volgende. Ik zie jou wel een beeldje van, dus ik zie jou knikken. Daar is nog iets bijgekomen. Dat komt niet per se uit dit onderzoek, maar uit andere onderzoeken die we ook gedaan hebben. Is dat naast betekenisgeving en contact, er een andere factor lijkt op te komen. Die zeker voor de jongere generaties ouders, dus zeg maar even de 55-plussers. Het allerbelangrijkst lijkt te worden. En dat sluit aan bij waar jullie net al wat over zeiden. Hey, we zien ook wel nieuwe instroom, maar mensen gedragen zich op een andere manier. En dat betekent, mensen zijn op zoek naar iets wat leuk is. En leuk kan ook uitdagend, interessant, leerzaam, spannend enzovoort zijn. En we zien in een paar andere onderzoeken die we in Amersfoort en Assen hebben gedaan, dat de jongere generaties ouderen zeggen, mijn belangrijkste motivatie die ik heb om vrijwilligerswerk te doen of te gaan willen doen, is dat ik in ieder geval iets zoek wat leuk is. En leuk kan natuurlijk van alles betekenen, dus je moet daar ook over in gesprek gaan. Maar naast die betekenisgeving voor een ander en het contact wat je er zelf uithaalt, dus de gezelligheid en de omgeving, zijn mensen ook op zoek naar iets wat leuk is. En dat leuk wordt vaak gekoppeld, en dan ben ik bij wat Jeannette net zei, wordt ook vaak gekoppeld aan van er moet gewoon nu iets te doen zijn waar we meteen ook het resultaat van zien. Want dan hebben we met elkaar iets moois opgebouwd. Dat is hartstikke gezellig en interessant en leerzaam. En dan gaan we weer eens een stapje verder maken. Ook daarin zie je een verschuiving bijna optreden van hoe de oudere generaties, die dus voor een deel nu afhaken, in het vrijwilligerswerk zat. Zeer gebonden, zeer gehecht. Echt vanuit betekenisgeving en dat onderling contact naar de nieuwere generaties die toch wat flexibeler binnenkomen en die ook vooral op zoek zijn naar iets wat leuk en interessant is. Nou, dat maakt het spannend. Hoe je daarmee om kunt gaan. Ben ik zo vrij om even twee opmerkingen uit de chat te noemen. Ja. Een opmerking van Nel zegt ook, soms zijn er ook activiteiten komen te vervallen, waardoor vrijwilligers op die plek niet meer nodig waren. En een eerdere opmerking die net ook gezegd werd, is dat je dan, als er ander vrijwilligerswerk wordt aangeboden, dat mensen daar dan toch niet op aanslaan of dat niet leuk vinden. Daar heb jij in jouw onderzoek ook wat over geconcludeerd, toch? Ja, zeker. Dus het eerste stukje van dat er inderdaad ook activiteiten verdwijnen. Dat zie je natuurlijk heel duidelijk ook eigenlijk op alle plekken, maar dat komt ook uit het onderzoek naar voren. Dat er een van de, ik zou het bijna een winstpunt willen noemen van de coronacrisis, dat je ook ziet dat sommige dingen waarvan we allemaal dachten, oh ja, dat is belangrijk dat we dat doen. En het is er nou eenmaal, dus we blijven het doen. Dat je er soms van ontdekt dat het eigenlijk helemaal niet meer zoveel meerwaarde heeft. Dus ooit heeft iemand het bedacht en toen had het natuurlijk waarde. Maar er zijn ook allerlei dingen die toch minder nodig of nuttig blijken. En je ziet dat bijvoorbeeld bij mensen met dementie, waarvoor allerlei groepsactiviteiten worden georganiseerd, dat voor een deel van die groep het minder prikkels ervaren in een gezamenlijke omgeving veel beter is voor hoe ze zich voelen en gedragen. Nou ja, dan moet je dus juist geen groepsactiviteiten meer gaan doen. En dat betekent inderdaad dat de vrijwilligers die daar voorheen op zaten, dat je daar opnieuw het gesprek mee aan moet gaan als ze terugkomen. Van goh, wat zou er voor jou nu nog wel te doen zijn? Waar word je zelf blij van? Waar kun je jouw talenten inzetten? En hoe past dat ook bij de veranderende manier waarop we vrijwilligers willen inzetten in onze organisatie? Dat klopt zeker helemaal.
En dus dat is onderdeel van diezelfde complexe ontwikkeling, om het zo maar te zeggen. En dat koppel ik even aan wat we ook uit andere onderzoek weten. Daar hebben we eerder ook al dingen over gezegd, maar ik dacht ik vat het hier nog even kort samen, omdat dat ook onderdeel is van het grotere onderzoek wat we gedaan hebben, dat we ook de literatuur en eerder onderzoek zijn ingedoken om te kijken wat weten we eigenlijk al. En daar zijn in Nederland een aantal mensen die hier goed onderzoek naar gedaan hebben en ook in Vlaanderen. Dus het gaat ook echt wel over onze eigen context, om het zo maar even te zeggen. Het is niet dat het allemaal in Australië of Amerika is gedaan. En een aantal dingen die we daaruit halen zijn ten eerste vrijwillig actief zijn heeft zin en geeft zin. Dat is een soort kernslogan ook van samen ouder worden aan het worden. Dat we zien dat het doen van vrijwilligerswerk natuurlijk zin heeft omdat je daarmee iets betekent voor anderen. Maar dat het dus tegelijkertijd jou ook zin geeft op twee manieren. En namelijk het is voor jezelf betekenisvol. En omdat je daarmee ook gewoon bezig bent en bezig blijft. En dat is goed voor je gezondheid bijvoorbeeld. Maar ook omdat je daardoor iets leuks doet. Hè. Dus het ook, je krijgt er zin van, om het maar zo te zeggen. Je hebt er zin in. Het tweede wat we eigenlijk al een hele tijd weten en wat ook door jullie opmerkingen nu nog extra waarde krijgt is dat de ouderen natuurlijk niet bestaat en dus ook de oudere vrijwilliger niet. En dat betekent dat je in je werving, begeleiding en behoud nog veel meer dan we dat misschien in het verleden deden eigenlijk ook hier op maat moet werken. Dat gaat en over de mensen die voorheen actief waren en die nu niet meer terug kunnen keren naar hun eerdere vrijwilligerswerk. Dat gaat over het verschil tussen jongere en oudere generaties vrijwilligers. Dus je ziet dat er heel veel manieren zijn om daar nog veel gerichter naar te kijken. Van met welke groep ouderen heb ik hier te maken? En wat is hun motivatiemix? En hoe kan ik daarop inspelen? Wat ik al eerder heb gezegd is, levensgebeurtenissen hebben een enorme invloed op het besluit van ouderen om al dan niet vrijwilliger te worden en te blijven. En dat betekent dat het van belang is om daar veel aandacht voor te hebben. Omdat met name bij oudere generatie gaat het vaker over negatieve levensgebeurtenissen. Dus verlies van functies, van lichamelijke functies of geestelijke functies. Verlies van dierbaren, verlies van werk. Daar zitten veel meer verlieservaringen bij die heel veel impact hebben op hoe mensen in het vrijwilligerswerk staan. Dus het daar aandacht voor hebben en daarin meebewegen als organisatie kan heel veel waarde hebben. Ook uit onderzoek blijkt dat relatief veel ouderen dus door de coronacrisis afscheid hebben genomen. En waar we het net over hadden, en daarom dacht ik, ik pak deze sheet er even bij, is dat zij die terugkeren of gestart zijn, hebben soms een hele andere motivatiemix gekregen. En daarmee ook andere wensen en een andere beschikbaarheid. Het is precies dat, ik was altijd zo'n vrijwilliger die elke week een paar uur kwam. Ik heb ervaren dat ik nog steeds wel vrijwilliger wil zijn, maar niet meer onder dezelfde condities. En ik heb intussen ook andere dingen erbij ben ik gaan doen. Of ik wil juist gewoon ook richten op het lekker thuis zijn. Dus je ziet dat er bij veel vrijwilligers een soort van reflectie heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis ook op het zijn van vrijwilliger. En datzelfde geldt natuurlijk voor jullie als organisatie. Dat je ook deze periode hebt kunnen gebruiken om te reflecteren op waarom en hoe willen we eigenlijk ook met vrijwilligers. En nou in dit geval dan met oudere vrijwilligers blijven werken. Ja, dus dat is ook een belangrijke factor. Ik ga eventjes de presentatie stoppen, zodat ik jullie even in beeld heb. Want de vraag is natuurlijk, dit zijn, als het goed is voor jullie, niet per se, leuk, de oppaservaring, opwasverplichting. Ja, zeker. Ik dacht, ik ga even naar de chat toe om daar gelijk mee te kijken. Wat zeggen jullie hierover? Het is zeker zo, dus daar zijn ook, en dat geldt zeker voor de jongere generaties ouderen. In het laatste onderzoek, we hebben in Assen net hier onderzoek naar gedaan. Daar zie je een prachtig onderscheid tussen de jongere generaties ouderen en de oudere generaties. De jongere generaties zeggen, ja, ten eerste, ik ben nu nog aan het werk. En dat zal ik nog wel een tijdje moeten blijven, want ja, die pensioenleeftijd schuift op. Dus ik moet mijn vrijwilligerswerk combineren met betaald werk. En ten tweede, ik heb allerlei andere verplichtingen om mij heen. Bijvoorbeeld het oppassen op de kleinkinderen, waardoor dat... daardoor heb ik gewoon soms, sommige mensen zeggen, ik word geen vrijwilliger of ik ben ermee opgehouden, omdat er zoveel andere dingen zijn. En ook die zijn duidelijker geworden in de coronacrisis. Dus de coronacrisis is vaak een hele mooie spiegel geweest op
allerlei ontwikkelingen die er toch al waren in de samenleving, maar die nu nog scherper zijn geworden. En mensen hebben dus de tijd kunnen nemen om daar ook een keuze in te maken. Dus dat is dat maakt ook dat je daar als organisatie daar nu dus ook veel gerichter aandacht aan kunt besteden en op kunt inspelen. Dus dat maakt het mooi. En dus wat ik net vertelde over wat we al weten en over die belangrijkste. Over die belangrijkste ervaringen die er door corona zijn bij oudere vrijwilligers, maar ook bij organisaties. Ik zie volgens mij dat het bij jullie herkenbaar is. En ik kijk nog even naar de chat hoor. Ja, en bij contacten, Elisabeth, absoluut. Daar wordt zeker niet digitaal contact mee bedoeld. En hoe mooi mensen dat ook hebben gevonden. Dat er kon zijn. Het vervangt op geen enkele manier het echte contact. Zeker niet bij oudere vrijwilligers. Waarbij natuurlijk ook nog geldt dat nog altijd een deel van die vrijwilligers digitaal niet vaardig is. En dus überhaupt niet kan aanhaken. En ook als ze wel digitaal aangehaakt zijn, niet vaardig zijn om daarin ook echt goed contact te maken. Dus daar zie je dat er nog een soort extra kloof is ontstaan ten opzichte van een aantal andere groepen. Ja, nou ja, en Karin zegt, want het is wel leuk dat jullie nog een aantal dingen in de chat daarover zeggen. Dat de ouderen zeg maar niet meer goed in staat zijn om vrijwilligerswerk te doen in verband met lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Daar hebben we in een eerder webinar daar ook aandacht aan besteed. En daarin zie je eigenlijk twee dingen. En vanzelfsprekend is het zo dat als jij gewend was op een bepaalde manier vrijwilliger te zijn en nou ja, je kan bijvoorbeeld bepaalde dingen niet meer omdat je gewoon lichamelijk functieverlies hebt, ja, dan kan je dus niet op dezelfde manier vrijwillig actief blijven. Maar het is ook een soort frame wat we in de samenleving met elkaar ontwikkeld hebben. Hoe ouder je wordt, hoe sukkeliger je wordt, om maar even heel simpel te zeggen. Daarmee roept dat af dat we als samenleving zeggen van ja, nee, maar als je echt oud bent, dan moet je ook maar gewoon thuis gaan zitten, want dan kan je gewoon niet zoveel meer. Terwijl je het ook hier individueel mag bekijken in mijn beleving. En het betekent dat ouderen zelf ook dat frame op zichzelf gaan toepassen. Namelijk, oh ja, ik kan sommige dingen niet meer of ik word een beetje vergeetachtig. Nou, dan zal ik ook wel geen vrijwilliger meer kunnen zijn. Terwijl je kan hem ook omdraaien en steeds gaan kijken vanuit het perspectief, wat kan iemand nog wel? Want we weten, en dat was die eerste conclusie uit eerder onderzoek, hoe belangrijk hoe waardevol en wezenlijk vrijwillig actief kan zijn voor mensen om ook op die manier de gezondheid die ze nog wel hebben in stand te houden en de contacten en de netwerken met anderen te onderhouden. Het is niet zo dat vrijwilligerswerk je gezond maakt. Het is een correlatie, geen causaliteit. Maar het betekent wel dat het van belang is vanuit de maatschappelijke opgave die je als organisatie hebt, om ook met je oudste generaties vrijwilligers te blijven in gesprek te blijven over wat er nog wel zou kunnen. Als mensen zelf gewoon niet meer kunnen of willen, dan is dat hun eigen keus vanzelfsprekend. We zien dat het belangrijk is om eigenlijk steeds opnieuw met elkaar te onderzoeken hoe je, en daar komt weer dat woord vrijwillig, actief kunt blijven. Want voor heel veel ouderen zit dus ook dat frame erachter van vrijwilligerswerk is iets wat je gereguleerd en regelmatig doet, waar je je echt voor inzet, waar je ook niet zomaar kan afhaken. Er zit een enorme betrokkenheid en inzet zit daarachter. Als ik dat niet meer kan, kan ik geen vrijwilliger zijn. Terwijl op het moment dat je zegt, goh, we hebben allerlei leuke nieuwe kortdurende kleine activiteiten gedurende de coronacrisis ontwikkeld, is het niet iets voor u om één keer per week aan een paar andere ouderen te komen voorlezen? Want uw geestelijke vermogen zijn prima en uw stem doet het ook nog. U zit toevallig in een rolstoel, maar ja, dat zal dan verder wel. Dus kun je juist het ook kleiner maken en dichterbij, waardoor het ook voor die oudste generaties juist interessant is. Dus dat is denk ik een belangrijke om mee te nemen. En Irma, daar moeten we het dan in Enschede nog maar eens over gaan hebben, Irma. Maar, de, dus,
Het is zeker ook zo, en dat, daarmee wordt het dus dan deze crisis misbruikt inderdaad in mijn beleving, dat er een soort opschoonactie wordt gedaan. Zo van eindelijk zijn we al van al die oude zuurpieten af. Overigens kunnen er best oude zuurpieten bij zitten, maar dan is mijn vraag altijd, hoe komt het dat ze dat zijn geworden? Ligt dat aan henzelf, ligt dat aan de omgeving? Hoe werkt dat dan precies? Dus het klopt zeker dat dat gebeurt en dat is natuurlijk een hele, dat is iets wat je niet zou moeten willen met elkaar. Dus daar mag je, als je dat ziet gebeuren in je eigen organisatie, zeker bij collega's die bijvoorbeeld minder met vrijwilligers werken. En daar zijn zeker ook jonge zuurpieten, Irma. Maar het betekent inderdaad dat je daar dus aandacht voor mag hebben. Dat het natuurlijk zo kan zijn dat dit ook een moment is om die vrijwilligers die feitelijk al een tijdje niet meer functioneren, om daar het gesprek mee aan te gaan en ook naar afscheid toe te gaan. En dat mag natuurlijk. En er zijn natuurlijk ook best veel groepen oudere vrijwilligers die net iets te lang zijn blijven zitten in hun huidige vrijwilligerswerk. En daar kan je het gesprek mee aangaan van, goh, we zien dat de wereld verandert en dat daarmee ook de vrijwillige inzet verandert. We zien nog wel kansen om jou ook te behouden, maar daar moet jij ook wat voor doen, om maar zo te zeggen. Het is ook mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen zelfredzaamheid daarin. En als je dat gesprek aangaat, ja, dan kan het nog steeds zijn dat je tot de conclusie komt dat je toch afscheid van elkaar moet nemen. Maar inderdaad, het feit dat iemand zich wat tegendraads gedraagt, kan ook juist een hele interessante functie binnen je organisatie hebben. En zoals Nel daarover zegt. Ik ga even verder, want ik moet ook op de tijd letten, want we hebben nog een paar plaatjes. want die gaan namelijk over wat kun je hier nou mee? Hè? Dus wat kun je nou met de uitkomsten van dit onderzoek doen? En zien jullie weer? Ik check maar even nu. dit was wat we intussen weten. En we zien eigenlijk dat er twee categorieën zijn waar je als organisatie mee aan de twee categorieën mogelijkheden zijn waar je mee aan de slag kan gaan. Deze eerste hebben we voor een deel nu stiekem al behandeld, dus het is bijna een soort van samenvatting. En als het gaat over het behouden van de oudere groepen vrijwilligers, heeft het dus ten eerste zin om daar onderscheid te maken in met welke soort ouderen heb ik eigenlijk te maken. En daarin wordt het steeds meer van belang om in te spelen op drijfveren, talenten en mogelijkheden. Dat is niet per se anders dan dat je dat voor de coronacrisis deed, maar hoop ik eigenlijk. Maar we zien dat het nog belangrijker aan het worden is om het gesprek daarover aan te gaan en mensen juist uit te nodigen om op de een of andere manier vrijwillig actief te blijven. Dat begint met iets heel abstracts bijna, namelijk laten zien waar je voor staat. Een van de uitkomsten uit het onderzoek is dat veel oudere vrijwilligers natuurlijk nog altijd op inhoud en betekenis en missie gebonden zijn aan een organisatie. Dus wil je aantrekkelijk blijven, ook voor deze groep en ook de nieuwe generaties ouderen binnenhalen, dan is het nog steeds van belang dat mensen weten dat je er bent, wat je doet en waar je voor staat. Dus dat gaat bijna over het imago van je organisatie in de buitenwereld. En dat is niet iets per se iets wat bij jou als coördinator hoort of bij jou als medewerker hoort. Maar ik merk wel dat veel organisaties vaak een te algemeen verhaal vertellen of helemaal geen verhaal vertellen over waarom en hoe zij aan het werk zijn en wat daarin de waarde en het belang van vrijwilligers is. En juist voor die oudere generaties en de generaties die nu van de arbeidsmarkt afkomen, zie je hoe belangrijk het is dat ze meteen kunnen zien waar het over gaat. En dat gaat aan de ene kant dus over die concreetheid van wat kan ik dan gaan doen, maar aan de andere kant gaat het ook over waar wil ik me aan verbinden. Want het is allebei van betekenis. Betekenis is belangrijk, het moet leuk zijn en ik moet er vrolijke contacten kunnen opdoen, zeg maar. Dus die combinatie is van belang. En dat is bijna een soort boodschap vanuit Samen Ouder Worden, hoor. Een soort reclame. Een van de dingen die we in het programma telkens weer tegenkomen is hoe waardevol het is om vanaf het allereerste begin de stem van de oudere vrijwilligers hoorbaar te maken. Toen we zelf aan het programma begonnen, hadden we zoiets. Nou, we gaan vrijwilligerswerk door en voor ouderen stimuleren. Dan gaan we met de organisaties in gesprek om te kijken wat zij nodig hebben om dat beter te kunnen doen. Daarbij gingen we feitelijk voorbij aan de doelgroep zelf, namelijk de ouderen. Terwijl die en de kennis en de ervaring en de ideeën heeft om zelf ook mede die vrijwillige inzet vorm te geven. Dus daar waar je dat nog niet of te weinig
ziet in je eigen organisatie, is dit echt een hele belangrijke. Eerst contact, dan contract, die had ik al genoemd, dus die ga ik verder niet herhalen. Ook het rekening houden met de impact van levensveranderende gebeurtenissen blijkt echt een hele belangrijke te zijn. En daar dus ook aandacht voor hebben en wat mensen meemaken in hun leven. Dat leidt ertoe dat je uiteindelijk zoekt naar de lichte vormen om vrijwillig actief te blijven en worden. Dus niet alleen meer de standaardfuncties en de uitgebreide takenpakketten, maar juist ook kleine, lichtere vormen, omdat die en interessant zijn voor de oudste generaties die niet, die op een andere manier nog wel vrijwilliger kan zijn, maar niet meer in een vaste functie of heel groots. En ze zijn interessant voor die nieuwe generaties die nu van de arbeidsmarkt afkomen, omdat die juist op zoek zijn naar die lichte vormen. Dus daar vang je eigenlijk twee vliegen in één klap mee. Het inspelen op talenten hebben we eigenlijk net ook al genoemd. Ook naar aanleiding van wat jullie in de chat zeiden. Dus eigenlijk is de vraag altijd, wat kan er nog wel? Om daarmee het frame te doorbreken dat als je oud bent, dat je zielig en hulpeloos bent. En dat je dus maar thuis moet blijven. En dat is zowel vanuit je organisatie een soort opdracht, maar ook om ouderen daar zelf op aan te zetten. Want anders dan blijven we alsnog weer voor die ouderen iets bedenken. En door met elkaar in gesprek te gaan, kan je onderzoeken wat iemand wel wil en kan. En dan is vervolgens de vraag, past dat ook nog bij wat wij als organisatie nodig hebben en te bieden hebben? En het antwoord hoeft niet altijd ja te zijn. Het laatste, en dat slaat terug op iets waar we het net ook over hadden, is het is helpend om te investeren in de digitale vaardigheid van met name de oudste generaties vrijwilligers, om daar nog echt meer aandacht aan te besteden. Want ook al gaan we terug voor een deel naar de situatie waarin je gewoon weer persoonlijk live contact kan hebben, we weten ook hoe dat een aantal lessen uit de coronacrisis ook gewoon zullen blijven. En niet alleen vandaag zitten we weer in een online omgeving. Ik zie bijvoorbeeld ook dat steeds meer organisaties afscheid nemen van hun papieren nieuwsbrief. Die nog netjes bij mensen door de bus wordt geduwd. Maar dat er alleen nog maar een digitale nieuwsbrief verstuurd wordt. Ja, daarmee mis je dus in principe een deel van je achterban, tenzij je die achterban helpt om daarmee om te leren gaan. Dus het daar verder in investeren blijkt echt van belang te zijn en gaat ook die oudste generaties helpen om die connectie met de organisatie en met de anderen te blijven houden. Nou, dat is het ene stukje. Nou, als het goed is, een hoop herkenning, want daar hebben we het al over gehad. Het tweede zit op een ander niveau. Dat gaat feitelijk over hoe doe je dat nou met elkaar in de lokale context. Omdat het daar veel meer gaat niet over wat doe je als individuele organisatie, maar hoe gaan we nou samen met elkaar de vrijwillige energie die er in de samenleving is organiseren. Dit is ook iets wat vanuit de coronacrisis naar voren komt. Waarin je ziet dat een heleboel mensen best wel actief willen zijn. In dit geval natuurlijk omdat er echt iets unieks aan de hand is waar iedereen last van heeft. Maar dat betekent dat je ziet dat er veel mensen iets willen doen, maar zich niet per se willen binden aan een bepaalde organisatie of aan een bepaald thema. Of zelfs niet aan een bepaalde doelgroep, maar die willen gewoon aan de slag. En voor welke organisatie ze dat dan precies doen, ja, dat interesseert ze eigenlijk niet zo eens zoveel. Zolang ze maar iets kunnen doen wat leuk, nuttig en betekenisvol is. Ja. Aanvullend daarop in de chat staat eigenlijk ook wel een mooie opmerking van Irma. Want dat is eigenlijk misschien een beetje de andere kant ervan. Ja. Kan het ook zijn dat je als organisatie een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt gekregen voor vrijwilligers die niet helemaal meer mee kunnen? Dus eigenlijk een andere kant daarvan. Ja, zeker. Dus fijn Irma dat je dat opmerkt in de chat. Het gaat absoluut allebei de kanten uit. Dus het in mijn logica zou zijn dat je met elkaar die maatschappelijke verantwoordelijkheid probeert te delen. En waarin je bijvoorbeeld ziet dat een vrijwilliger bij jou niet meer verder kan. Omdat er iets veranderd is, of bij jullie, of bij de vrijwilliger, of bij allebei. Maar dat je er met elkaar moeite voor doet, lokaal, om te zorgen dat zo iemand op een andere plek nog steeds voor zichzelf en voor een ander waardevol kan zijn. En dan gaat het dus over zaken als, kun je ook samen werven, samen trainen, samen begeleiden en samen ondersteunen. Dat is een hele heftige stap. Maar ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik was 2 weken geleden
in Apeldoorn. Daar is een zeer vitaal netwerk van allerlei organisaties die met vrijwilligers werken. En die hebben in de coronacrisis, hebben ze net als een heleboel anderen van jullie, hebben ze ook nieuwe tijdelijke instroom gekregen. Voor mensen die iets wilden doen die reageerden op die kleine activiteiten die door jullie zijn ontwikkeld. En in Apeldoorn hebben ze daarvan gezegd van hé, dat is interessant dat er dus nu een nieuwe groep mensen is die vrijwillig aan de slag wil. In ieder geval tijdelijk tijdens corona. Zullen we eens met elkaar de moeite gaan doen om die groep mensen nog een keer te gaan nabellen. Niet mijn vrijwilligers, maar je krijgt allemaal een groepje die je gaat nabellen. Niet met de vraag, wilt u bij mij vrijwilliger worden? Maar goh, hoe is het nou bevallen in de coronatijd om dit te doen? Wat heeft u eraan gehad? Wat heeft u ervan geleerd? Zou het voor u interessant zijn om nog eens vaker op deze manier benaderd te worden om iets te doen in het werkveld waar u actief was als vrijwilliger? Dus elk van de organisaties belt 6 tot 10 vrijwilligers na. Niet om ze te werven voor zichzelf, maar om met hen in gesprek te gaan. Om te kijken of ze actief willen zijn. En daarin kan dan, als iemand zegt, nou dat lijkt me eigenlijk een prima plan. Dan kunnen ze zo iemand meteen koppelen aan de organisatie die het soort vrijwilligerswerk heeft waar die persoon naar op zoek is. En dan ben je dus echt een stap verder aan het denken met elkaar. Ik heb nieuwe vrijwilligers nodig, want er zijn er zoveel afgehaakt. Nee, je bent met elkaar aan het zorgen dat maatschappelijke vraagstukken door middel van vrijwillige inzet ook aangepakt worden. En je kan mensen veel makkelijker naar die kant sturen. Waar ze zelf nodig zijn en waar ze ook zelf wat aan hebben. En dat staat nog in de kinderschoenen op veel plekken. Daar kunnen vrijwilligerscentrales natuurlijk ook een hele belangrijke rol in spelen. Maar dat is wel een interessante als het gaat over hoe organiseer je dit nou in de toekomst. En Lucas Meijs, de hoogleraar vrijwillige inzet, zegt, we zullen steeds meer gaan van vrijwilligersorganisaties naar vrijwilligers organiseren. En dat wil niet zeggen dat er niemand meer bij jou vrijwilliger wordt, maar wel dat je daar toch veel flexibeler mee om zult gaan in de toekomst. Dat betekent ook... Willem, ik ben gewoon heel vervelend, dus dat doe ik stiekem toch. Hoor, nee, want ik hou ondertussen de klok in de gaten. En ik weet dat jij misschien nog een paar sheets hebt, maar het zou ook heel fijn zijn als we wat ruimte hebben om nog eventjes die laatste 10 minuten te gebruiken om uit te wisselen. Dat doen we. Dit is de laatste sheet, Yvonne. Goed, hè? Dus het tweede wat we zien, wat belangrijk kan zijn, en daar ga ik verder inhoudelijk niet zoveel over zeggen, is om verschillende vrijwilligersreizen te ontwikkelen. Degene die betrokken zijn bij het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet bij Mensen Maken Nederland of bij een expeditie vrijwillige inzet, die zullen dit herkennen. En waar dit vooral over gaat, is dat je niet maar op één manier kijkt hoe mensen hun vrijwilligersreis of carrière bij jou en of bij andere organisaties kunnen maken. En het laatste waar we het komende jaar veel aandacht aan zullen gaan besteden, ook vanuit Samen Ouder Worden, dus hou dat in de gaten, is wat we hashtag sociaal pensioen hebben genoemd. En waar dat kort gezegd over gaat, is dat we zowel werkgevers als werknemers al eerder willen gaan verleiden om na te denken over hoe ziet straks de periode nadat ik gestopt ben met werken eruit. En niet alleen financieel, maar juist ook sociaal. En welke rol kan vrijwillige inzet daarin spelen? Nou, dat zijn 3 wat hoog over abstracte manieren om er ook naar te kijken, die uiteindelijk lokaal heel veel betekenis kunnen hebben. En ik ben benieuwd wat jullie nog aan vragen, opmerkingen en tips hebben in deze laatste 6 minuten. Nou, dan zal ik er eentje even uitpakken die net binnenkomt, die aanhaakt op die opmerking van Lucas Meijs. Wat vraagt vrijwilligers organiseren van coördinatoren? Uitstekende vraag. Ja, dank Henny. Daar kunnen we een hele dag aan wijden. Een van de belangrijke dingen die we zien is dat de positie van de coördinator vaak in de eigen instelling toch een beetje aan de zijkant is. Dus je hebt binnen je eigen instelling soms wel moeite om het belang en de waarde van vrijwillige inzetten te verkopen, noem ik het dan maar even. Juist de lokale samenwerking met andere coördinatoren in wat voor netwerk of samenwerkingsverband dan ook, kan ervoor zorgen dat je zelf sterker komt te staan, maar dat je daarmee ook een platform creëert om op een andere manier naar het organiseren van vrijwilligers te kijken. En we zien dat er op een aantal plekken, dit voorjaar heb ik onderzoek gedaan in Alkmaar, vanuit het idee, wat zijn nou de behoeften van organisaties en vrijwilligers zelf?
En daar zien we dat er eigenlijk een soort brede coalitie aan het ontstaan is van allerlei partijen die met elkaar een soort platform ontwikkelen waarop je en kennis kan uitwisselen, maar waar je ook heel praktisch allerlei vrijwilligersreizen bijvoorbeeld kan ontwikkelen. Waarin dan in dit geval het lokale steunpunt het voortouw kan nemen. Maar ja, je kan het ook als dat er niet is of als je een als die een andere functie heeft, kan je ook met elkaar dat organiseren. Maar het vergt dus eigenlijk wel als coördinator dat je dat je de vrijheid neemt of krijgt, laat ik het maar even zo netjes zeggen, om buiten de grens van je eigen organisatie te mogen bewegen. En uiteindelijk maakt dat, want dat leert de ervaring voorlopig, door het op deze manier te organiseren, heb je er zelf vaak ook wat aan. Want het is natuurlijk niet zo dat alle vrijwilligers dan altijd maar naar een andere organisatie gaan. Als je bijvoorbeeld een gezamenlijke wervingscampagne opzet. En uiteindelijk komen er ook mensen bij jou terecht. Of gaan er mensen doorstromen vanuit andere organisaties naar jou toe. Omdat je als mensen beter weten wat er bij jou te halen is. Dan is dat misschien wel de volgende stap in hun vrijwilligerscarrière. Dus dat maakt hem daarmee ook interessant. Ik zie een handje van Marijke. Ja, wij werken zeg maar hier in het verpleeghuis, hebben wij ook een serviceflat. En daar hebben we ook een welzijnspartij, die dus zoals mijn huiskamer van de wijk heeft. Dus als je dan zo samenwerkt, dan merk je ook dat je elkaar gewoon veel meer kan uitnutten. Dus als ik een vrijwilliger heb die eigenlijk ook bij hun kan helpen, dan staan ze eigenlijk bij mij op de loonlijst, zeg ik dan maar even. Maar ze helpen bij hun. Maar aan de andere hand kan ik ook weer specifieke vragen aan hun stellen. Zo van, kunnen jullie zoeken naar een Soedanese vrijwilliger voor een Korsakoff-cliënt die wij hebben bijvoorbeeld. Dus dat maakt je samen sterker om uiteindelijk aan de vraag te voldoen. Ja, mooi voorbeeld Marijke. Daarbij helpt het soms. Soms is het leven ook gewoon zo flauw. Het helpt wel als je elkaar makkelijk kunt vinden. Dus als je bijvoorbeeld in een gebouw zit. En ook daar, dus we hadden het heel erg over dat contact, wat voor die oudere vrijwilligers zo belangrijk is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ons allemaal. Contact met andere coördinatoren ook. Ja, wij hebben in Hoogvliet, zeg maar, Hoogvliet Rotterdam dan een netwerk waar dus ook allerlei partijen één keer in de 6 weken bij elkaar komen. Ja. En daar proberen we ook elkaar gewoon te voeden, zeg maar. Ja. Ja. Irma, had jij ook een handje omhoog gestoken? Ja, dat klopt. Ja. In Overijssel. We hebben afgelopen zomer kregen we de vraag van de provincie Overijssel om een projectplan te schrijven over dit thema. Hè, omdat de aanname was inderdaad dat veel vrijwilligers en met name dan de oudere vrijwilligers af gaan haken na corona of tijdens corona. Dat ligt nu nog steeds op de plank daar. Hè, de ambtelijke molens draaien in Overijssel niet zo heel snel. Niet alleen in Overijssel hoor. Nee, overal ze draaien soms wat terug. Maar volgende week hebben we daar een vervolggesprek over. En zelf vind ik dat een vrijwilligerscentrale een hele belangrijke rol hierin speelt. Ik heb alleen ook gemerkt dat ik ze niet allemaal meekrijg. En kijk, mijn opmerking van net was niet voor niks. Hè. Een enkeling die vindt het thema niet voldoende belangrijk. Maar er zijn ook vrijwilligerscentralen die zeggen, ja, maar we hebben al zoveel op ons bordje. Dus dit kan er gewoon even niet bij, zeg maar. Dus ik het belang zie ik zeker, maar ik ben ook wel benieuwd van hoe krijgen we ze dan mee in het verhaal? En zo niet, wie dan wel en wat dan wel? Dus ik zou het heel interessant vinden om daarin, wat Overijssel betreft, ook een keer met jou over verder door te babbelen. Dat komt sowieso goed, Irma. Maar we hebben toch al contact. Wat je benoemt is denk ik wel daar zit nog één belangrijk onderdeel. En dat zullen jullie ook allemaal herkennen. Het helpt altijd, zowel als het gaat over het werken met oudere vrijwilligers. Als het gaat over lokale of zelfs provinciale samenwerking. Begin daar waar de energie zit. Dus er zijn altijd partijen die niet kunnen, niet willen, niet mogen, wat voor reden dan ook. Het klein beginnen is vaak een hele belangrijke, omdat je daarmee ook heel snel je eerste successen kunt laten zien. Dus ook al zijn er lokaal bij jou maar 3 partijen die eens aan de slag willen met een gezamenlijke wervingsactie op de uitwisseling van vrijwilligers of zo, begin daar dan. Want daar kan je mee oefenen, daar leer je van. En eigenlijk is dat ook zoals we het hele programma Samen Ouder Worden hebben opgebouwd. En dan mag ik dat nog als laatste zeggen, dat is een mooie sluiter. Het is voor ons één groot leer- en oefenprogramma.
waarin we proberen te onderzoeken steeds op elke locatie wat werkt hier nou het beste. Dus wat, en daar zullen we het komend jaar ook nog veel over gaan publiceren. Dus hou ook in die zin de website van Samen Ouder Worden in de gaten. En we zijn aldoende aan het leren. En de resultaten daarvan komen het komende jaar beschikbaar voor jullie allemaal. Het is 12 uur. Dat betekent, er is vast nog veel meer te zeggen en te doen. Dus wat mij betreft blijft de chat gewoon nog even openstaan. Als dat kan, Yvonne. Ik weet niet of er anders iets ontploft ergens. Maar heel veel dank voor jullie input, voor jullie vragen, voor jullie voorbeelden. Het helpt mij ook elke keer weer om daar scherper door te worden. Nogmaals, wil je meer weten over het onderzoek, wil je het lezen? Het is allemaal te vinden via samenouderworden.nl. Ik zag net een vraag of deze presentatie ook gedeeld wordt. Ja, vanzelfsprekend. Die kun je ook die gaan we ook via hetzelfde platform beschikbaar maken. En je kunt dit webinar ook terugkijken op een gegeven moment. Dus dan komt dat ook goed. Mocht je nog meer vragen hebben over het onderzoek of met mij in gesprek willen over samen ouder worden en het betrekken en, van oudere vrijwilligers. Doe dat vooral. Je kunt ook mijn gegevens vinden op samenouderworden.nl. We vinden dit een belangrijk programma en willen graag daarover met iedereen die daar ook een hart voor heeft in gesprek zijn. Veel dank en tot de volgende keer.